Dit is nieuwsuitzending 110. En dan de tweede. Ik geef het nu gewoon toe. Ik heb zelf censuur gedaan. En ik heb de vorige uitzending, nummer 110. En nummer 111 ook nog. Heb ik weggegooid. En ik vond ze te langzaam gaan. En ik heb nog steeds ongelooflijk last van een lopende neus en een lopend oor. Mijn rechterkant is zwaar de pineut. Dus ik heb allemaal een biologische eco-immigranten in mijn systeem. En dat heet zoiets als verkoudheid. En men loopt zich een beetje feest te vieren in mijn lichaam. En onderwijl kom ik nauwelijks uit mijn woorden. Maar goed, het is zaterdag, dus we maken het. Hey, leuk dat jullie weer eventjes inluisteren. Oh, dit wordt wel heel apart hoor. Ik ga even beginnen bij het begin. Want we gaan het over deze meneer het hebben. En die meneer is van Rechterskrom. En zijn naam is Wim Dankbaar. En hier heeft hij dan een foto van. Ja, goed. Het is gewoon rechtiskrom.wordpress.com. Dus recht is krom, gewoon zoals je het zegt. Hè, .wordpress.com. Zonder spaties, gewoon doortypen. Nou, deze brief, heb ik echt geen zin. Die slaan we even over. Ja. Maar hier hebben we dus een heel apart dingetje. Want dit zijn dus posts van 9 november en het is momenteel 12 november. Dus een post van 3 dagen geleden. Over de zaak van de moord, mag je dat zeggen, de moord op Marianne Vaatstra. En daar heeft Wim Dankbaar heeft daar dus 2 artikelen aan gewijd. En die heb ik hier voor jullie geboekmarkerd. Dus dit is de eerste. Anatomie van een doofpot, die staat hierboven. Dus nummer 2, die staat hier andersom natuurlijk. Ja. Dit is de eerste. Dit is de tweede. Ja. Dan doe ik deze dicht, dit is dus Wim Dankbaar. Ik kan er eventjes laten zien hoe hij eruit ziet. Want ik heb wel eens video's van hem gezien. En ik heb ook zijn vaste lijn momenteel. Telefoon dinges. Wim Dankbaar, JFK, die heeft hij in het maken. Kijk even naar images. Ja, dit is hem. Zo ziet hij eruit. In ieder geval zo zag hij eruit. Op die filmpjes die ik gezien heb van hem. En toen ik bezig was met een essay over Marianne Vaatstra, heb ik Wim gebeld. En hem gevraagd of hij het essay van mij wilde controleren op mogelijke vergissingen van mijn kant. Want ik had geen zin om nog meer rommel, vaagheden, halve waarheden. Want ik neem zoiets wel serieus dat er een Friese vrouw vermoord is. Nou, kijk op. Even de tijd in de gaten houden. 13:24. Ik zeg het even tegen mezelf. En toen heb ik hem gevraagd om dat werk te bestuderen of te corrigeren of te bekritiseren of voor mijn part totaal af te keuren. Het mag ook in grove lijnen neergesabeld worden, maakt mij niet uit. Maar waar spreek ik de waarheid niet? En zo leerde ik hem kennen. En hij zei van, nee, dat ga ik niet doen. Het was niet, op dat moment niet voor mij een medewerkend persoon. Ik had het idee dat hij dacht van, wat is dat voor een rare druif? Wat moet hij van me? Ja, ik wilde niks van hem.
En zo heb ik Wim dus 2 of 3 keer gesproken. Ik heb hem trouwens nog wel, ik heb hem nog gecorrigeerde versies gestuurd. Nee, hij heeft wel degelijk een aantal dingen opgemerkt. Het punt was dat ik aan hem vroeg van mag ik ook zeggen dat jij hier dingen uit verbeterd hebt. Dat was het punt. En dan zei hij van nou, ik heb liever niet dat mijn naam verbonden wordt aan dat werkje van jou. En toen dacht ik van nou zeg. Alsof hij van mij iets te duchten heeft ofzo. En toen nam ik dat allemaal niet zo serieus. Ik denk, ach, het is goed. Maar nou dus deze. Wim is dus zo 3 dagen geleden, even kijken, want deze is dan, ja, het is 8 november, dat is 4 dagen geleden, is hij begonnen met opnieuw te publiceren over de zaak van Marianne Vaatstra, van de moord van Marianne Vaatstra. En daar heb ik op zich helemaal geen problemen mee. Ik vind het zo gek wat hier staat allemaal. Het is dus een... Dit gaat erover dat er... Er zijn vragen... En die zijn van de familie Vaatstra. En die zijn door die familie opgesteld in 2001. En die zijn opgesteld op 26 april 2001. En er zijn er 2 sessies geweest. Zo lijkt het. En dit is dan van de eerste sessie. En dan de tweede sessie, die staat hier. Die is een dag daarna gepubliceerd. Dat is ook weer op 26 april 2001. En dan heb je hier vraag 1. Wat erg vreemd. En dan hier vraag 2. En dan hier heb je dus vraag 1 en vraag 2. Ook het assurantiekantoor heeft gebeld. Daar eindigt vraag 2 mee. Op deze versie van de eerste sessie. En dan deze versie, waarbij dus hier moet denk ik mee bedoeld worden. U bent niet helemaal een dombo. Maar dit is dan Bouke Vaatstra, dus de vader van slachtoffer. Maaike Vaatstra, dus de moeder van slachtoffer. Mevrouw I. Chotanus, die ken ik niet, weet ik niet. Dat is de buurvrouw. En dan mevrouw Huizinga. En die heet M. Dit is niet goed geschreven. En de heer J.F. Damstra namens het RBT. Hier, in deze vraag. En de dag daarvoor had je dus, had Wim gezegd dat het ging om deze vraag. En een dag later zegt hij dat het gaat om deze vraag. Zien jullie de 10 verschillen? Ik zal hem even terugpakken voor je. Ik zal hem ook even voorlezen. Waarom hebben jullie het AZC niet meegenomen in het onderzoek? Avi en ook Bouke vertelden vanaf dag 1 toch dat ze bedreigd was in de Ringo-bar door een groepje asielzoekers. Waarom hebben jullie het AZC niet meegenomen in het onderzoek? Aafke en ook Bouke vertelden vanaf dag 1 toch
dat ze bedreigd was in de Ringo Bar door een groepje asielzoekers. Heb je het verschil al gehoord? Nou, het zit hem in het woord Avi en het woord Aafke. En dat zijn voornamen van vrouwen in Friesland. Een Avi is denk ik een afkorting of zo, maar je hebt ook Aafke. Dus dat zijn waarschijnlijk twee verschillende meisjes. Bertha 3 en Bertha 14 of zo. En vraag 2. En verder hoeven we nu niet te gaan. We moeten wachten op de volgende uitzending van Wim Dankbaar. Deze teksten. Waarom geen DNA van de Afghaan en Irakees? De gelegenheid is er wel geweest om ze te pakken. Afghaan. Assurantiekantoor 6 mei 1999, Irakees in Drachten 8 mei 1999, gezien. Mevrouw Bruning, recherche gebeld, maar ze wilde niet komen. Ook het assurantiekantoor heeft gebeld. Dat is best lachen. Het is natuurlijk ontzettend slecht Nederlands. Check het maar. Lees hem even voor in je hoofd. Maar wat staat hier? Afghaan Assurantiekantoor 6 mei 1999. En dan pakken we even die andere erbij. En daar staat... Afghaan Assurantiekantoor 6599. Dus dit is dubbel getypt of zo. Dus er zijn twee mensen aan het typen geweest op 26 april 2001 ten huize van de familie Vaastra. Of die hebben schriftelijke aantekeningen gemaakt. Of die hebben in ieder geval hun eigen verslag uitgebracht. Nou, wie kunnen dit dan geschreven hebben? Dat moet dus mevrouw I. Sjotanus zijn geweest. Of heeft Marianne Maaike Vaastra dit gedaan? Nee, dat kan niet. Ja, vervolgens werd overgegaan tot de afhandeling van vragen die mevrouw Vaatstra op schrift had gesteld. Ja? Dat is dus niet deze. Dat kan dus niet deze M. Vaatstra kan dit geschreven hebben. Omdat je gaat ook niet opschrijven. Vervolgens werd overgegaan tot de afhandeling van vragen die ik op schrift had gesteld. Je gaat er gewoon gelijk... met het antwoord komen. Wat is dat nou? En waarom zijn die vragen niet hetzelfde? Ja, dus hier heb je dus die hele andere datum aan dingen. Ze, ja? Maar goed, deze twee vragen die zijn dus hier bij de eerste sessie zijn die vragen geformuleerd. Is er een tweede sessie geweest, denk ik dan. En toen zijn wel alle aanwezigen, er waren dus 5 mensen bij aanwezig. En wie die mevrouw Schotanus is, weet ik niet. En dan de antwoorden. Het antwoord op de eerste vraag dat wordt gegeven door de heer J.F. Damstra. En die spreekt namens het
Recherche bijstandsteam. En die zegt, er is vanaf het begin onderzoek gepleegd in het asielzoekerscentrum. Er waren rechercheurs die dagelijks binnen het AZC informatie inwonnen. Er was een contactpersoon van de vreemdelingendienst die informatie inwon. En middels een schriftelijke oproep, verspreid in 4 talen, is getracht de nodige informatie binnen te krijgen. Zie bijgevoegde pamfletten. Maar wie heeft dit dan geschreven? Wie is die mevrouw Schot Adens dan? Dit kan niet de moeder van slachtoffer hebben geschreven. Van, er is van, had zij toch echt geschreven? Damstra zegt dat er vanaf het begin onderzoek is gepleegd in het asielzoekerscentrum. Dat had Maaike Vaatstra opgeschreven. Maar niet, er is vanaf het begin onderzoek gepleegd in het asielzoekerscentrum. Er waren rechercheurs die dagelijks binnen het AZC informatie inwonnen. Nou is het vreemde. Nou staat hier boven gekriebeld. Onderstaande één grote leugen. Nou, ik mag ervan uitgaan dat dit... deze aantekening, waarvan ik niet weet waarom die in kapitalen moet staan, en ook niet waarom je een pijltje naar beneden doet en dan onderstaande. Dat lijkt mij tautologisch beeldgebruik. Zo. Je kan het ook gewoon omcirkelen en dan zeg je leugen. Eén grote leugen is ook weer zo'n lekkere dramatisch taalgebruik, hè? En het is al dramatisch genoeg dat er dus een jonge Nederlandse vrouw gevonden is. Een Friese vrouw, als je een beetje racistisch bent. Maar ze was in ieder geval Nederlands. En tot op de dag van vandaag wordt er over geouwehoerd alsof er nieuwe kroketten te koop waren destijds in Kollum. Maar weet je nog? Nieuwe soorten koketten bedoel ik dan. Maar alsof er niks gebeurd is. Maar dat is niet waar. En natuurlijk vind ik het goed dat je het er gewoon over hebt. En dat je het weer te sprake brengt. Want per slot van rekening, het spul is niet opgelost. Punt. Het verhaal van Jasper Steringa en dat requisitoor van Henk J. Maus, dat heb ik toch echt totaal afgesabeld tot op de allerlaatste syllabel. Daar deugt helemaal niks van. Dat is gewoon inquisitoren rechtspraak. We hebben een dader en nu even nog een mooi kletsverhaal erbij. Maakt niet uit hoe hij het gedaan heeft. Do bist van mij. En die oude boer met 2 kinderen thuis, die stoof achter die 16-jarige aan. En die arme 16-jarige vrouw in de steek gelaten door haar eigen vriendje, die aan haar moeder beloofd had dat hij haar naar huis zou brengen, probeerde nog weg te vluchten, maar ze zocht haar redding in gedwee meelopen langs de boomwal. Kijk, daar moet je het over hebben. Aan dat verhaal klopt iets niet. En dan nu wat, en ik hoop dat hij dit gewoon buiten zijn schuld omdeed. Dat hij echt iets over wil komen, net als Dagblad Trouw. Die dan op de ene pagina zegt het is A. En de volgende pagina zeggen ze het is B. En voor B geldt dat het niet A is.
Dat is liegen. Kijk, hier staat. Deze Faik Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC. Overigens, deze ik, dat moet Wim Dankbaar zijn. Dus Wim Dankbaar aan het woord. Dus hij zegt dat Faik Mustafa, die is op de ochtend van de moord, dus op 1 mei, door de politie opgehaald uit het AZC. En heeft getuigenis afgelegd. Een getuigenis gedaan of zo, een verklaring afgelegd. En hier zegt dezelfde auteur, of publiceert dezelfde auteur, onderstaande één grote leugen. Ja. Ik ga nog even door de hoogtepunten heen racen. Die komen dan nog wel. Kijk, bij vraag 2, ja, dus een beetje verschillende datumaanduidingen. Optie, wat ik hier. Deze vraag, hè? Deze tekst. Vraag 2. Op de tweede publicatie dus van Wim Dankbaar, dan staat er als laatste zin in de mondelinge toelichting op het punt dat de Afghaan wel herkend zou zijn van de foto, wordt dit punt toegevoegd aan deze vraag. Ja, wie is hier aan het woord? Wie is dit Marquise de Canteclair? Van Maarten Toonder. Maarten Toonder. Is Marquise de Canteclair het woord? Wie heeft het getipt? En hoe komt Wim Bulzing aan deze. Wim Dankbaar. Sorry. Aan deze tekst. Er zijn dus 2 documenten opgesteld. Op 26 april 2001. Dat was dus 2 jaar na het gebeuren. 30 april 2001 zou het precies 2 jaar zijn. Nou, dan gaat hij door het antwoord van Damstra. Met zijn commentaar. Nilmand was daar aanwezig. Ja, iets anders kan ik er niet van maken hoor. Pen was bijna op. En waarom in kapitalen? En niemand was daar aanwezig. Ja, maar hoe moet je dat dan rijmen? Wat er hier gezegd wordt. Hij is door de politie opgehaald. Nu race ik nog eventjes. Oh, ik heb het wel even. Dit zijn even de highlights. Hoogtepunten. Die andere vragen ga ik nu niet. Dit wordt natuurlijk een hele mooie. Wanneer Wim deze gaat bespreken. Natuurlijk, hè? Wat is de uitslag van het laatste DNA? 65 punt. 5 maart 2 à 3. Nadien uitslag niets gehoord. Nou, ik denk ook al ben je een Turk uit Afghanistan. Die daar, die had vluchtelingenverblijf gekregen. Maar die moest alsnog hier naartoe. En je levert in na een paar jaar Nederlands gehad te hebben. Nadien uitslag niets gehoord. Dan denk ik niet dat jouw lerares jou over mag laten gaan. Nadien van een
nadien van een uitslag niets gehoord. Ja. Het staat toch al aan het begin. Wat is de uitslag van het laatste DNA? Nou, het kan natuurlijk ook niet dat je zegt het laatste DNA. Het moet het laatste DNA monster zijn. DNA uitslag. 65, 2 à 3. Nou, dat gaat Wim dankbaar allemaal ons nog uitleggen. Die pak ik nou niet mee. We hebben het hier dus over die antwoorden gehad. Behalve nog antwoord op vraag nummer 2. Het antwoord van... dat is heel gek. Het antwoord van Damstra... Die zit dus hierboven. Dat zit hier van het Rijksrecherche Bijstandsteam. Dat ze... dit zal door hem onderzocht worden. Is dat dubbele spatie? Resultaat. Kijk, dit is een verslag van 26 april 2001. Toen werden die vragen gesteld. Dus de Damstra die zei toen tegen daar op de, wat is het, de Shiska-laan? Nee, de Sitsma-weg. De Sitsma-weg. 17, de Zwaagwesteinde. Toen zei hij dus, toen die vraag hem gesteld werd, van, waarom geen DNA van de Afghaan en Irakees? Zei hij dus, dit zal door hem onderzocht worden. Hij zei, ik zal dit onderzoeken, zei hij. Nou, dat hebben ze een kwartiertje thee gedronken. Toen heeft hij even gebeld. En het resultaat was van de Irakees, Ali Hussein Hassan, is op 12 november 1999 wangslijmvlies afgenomen en dit is vergeleken. Het profiel kwam niet overeen. De bedoelde Afghaan die op 6 mei 1999 bij het assurantiekantoor in Augustinusga zou zijn geweest, is waarschijnlijk ene Atopei, geboren 22-1-1958. Onder deze naam werd op 6 mei 1999, denk ik dan, door de bedoelde man een bromfietsverzekering afgesloten. Topei is een bestaand persoon, destijds wonende in de Groningen. Ja, dat is mooi. Dat is geweldig, wat moet ik ermee? De bedoelde Afghaan. Ik wil gewoon weten wie heeft Marianne Vaatstra gedaan. Maar ze komen er gewoon niet uit om te zeggen, ja, die ene Afghaan, dat is de bedoelde Afghaan. En die andere Afghaan, die is ook bedoeld, maar die was het niet. En die ene Afghaan, die was ook die andere Afghaan niet. Dus ze waren het gewoon allebei niet. Maar het was wel een bestaande Afghaan. Ik wil dezelfde kwaliteitsnormen voor mijn werk als degene die dit allemaal opschrijven. Wat is hier aan de hand? Wie heeft dit gemaakt? Hoe is Wim dankbaar aan dit gekomen? Wat had hij dat toen? Ja, hij kon toch niet? Was hij de notulist? Dat kan toch ook niet? Ja. Kijk, die vraag is gesteld op 2001. En het resultaat is dat er op 12 oktober 1999... Dat kan toch niet? Ik snap het gewoon niet. Dan mag je mij een eikel noemen, maar ik begrijp echt niet wat hier... waarom Wim dankbaar dit publiceert. Op 31 augustus 1999 te 9.10, een foute tijdsaanduiding. Je kan ook gewoon rustig zeggen op 31 augustus van dat jaar.
wordt 's morgens een medewerker van dat kantoor gebeld op een uitzending van PR de Vries en de daarin getoonde foto. Dat klopt, telefoon is niet zo. Reageert een medewerkster van bedoeld kantoor telefonisch op een uitzending Peter R. de Vries en de daarin getoonde foto. Ze meent dat op die foto afgebeelde man te herkennen die op 6 mei de verzekering heeft afgesloten. Meldster. En dan stopt Wim dankbaar weer. En vindt hij weer even genoeg geweest. Dan krijg je hier een verhaal over leugenaars. En die ene leugenaar heet Michiel Severijn. En Robert Rabonet. Allemaal geweldig interessant. Dat is een... Op dit moment zijn er geen concrete feiten die wijzen in de richting van een verdachte asielzoeker, zei persofficier van justitie Michiel Severijn woensdag. Okay. Ze hadden toch 's morgens al die man te pakken. Werd toch gezegd, volgens mij door justitie zelf ook hoor. Maar... krijgen we hier nog een krantartikel. Ja. Kijk, ik heb toen bij die zaak, toen ik nog aan het schrijven was daarover, heb ik gewoon een soort samenvatting geschreven en een bronvermelding erbij van daar kun je dat vinden. Ja, even, ik heb 6 jaar, dan ben ik met me meelezen. Ja. Oh, dat is ook wel leuk. De politie riep gisteren vrouwen op die in de buurt van Veenklooster lastig zijn gevallen contact op te nemen. Deze helemaal niks mee. Maak het uit. Dan krijg je hier zo'n vreemde. Dit begrijp ik echt. Ik weet niet waar het vandaan komt. Wie heeft dit geschreven? Dit is dan dus, en het gaat dus over het werk van Wim Dankbare. Antwoord 1. Er is vanaf het begin onderzoek gepleegd in het asielzoekerscentrum. Er was een contactpersoon. Blablabla. En er is een schriftelijke oproep verspreid in 4 talen. En er is getracht de nodige informatie binnen te krijgen. Zie bijgevoegde pamfletten. Nou, dan heeft Wim Dankbaar daar een antwoord op. Dat is namelijk gewoon een copy-paste van een JPEG-je uit de krant. Nog eentje erbij. Aan de linkerkant. Er zijn daar geen mensen verhoord voor het onderzoek. Geen enkele aanleiding om die kant op te kijken. Er zijn op dit moment geen concrete feiten die wijzen in de richting van een verdachte asielzoeker. Oké, dat zijn quotes. Oké, die staan dan hier, ja. Ja. Wat is dit dan? Ja, en wat is dit? Dit is een quote. Een citaat. En van wie is dat citaat? Weten jullie het? Ik heb hier 2 verklaringen voor. De ene verklaring is dat Wim Dankbaar ongelooflijk geschokt is door alles wat er gebeurd is
aangaande met Marielle Vaatstra. Dat ik denk, ja, er moet wat aan gebeuren, er moet wat aan gebeuren. En dat hij in zijn passie, in zijn emotie doorgeschoten is. En de andere verklaring is dat Wim Dankbaar dit gewoon doet als een psychologische operatie. En dat laatste, dat kan dan ook nog, dat hij dat doet onder een handler waar hij zich niet van bewust is. Die als een soort capo di capi of zo op zijn schouder klopt en zegt, het komt allemaal wel goed. Dat hij denkt dat hij nog steeds goed bezig is. Maar dat hij alleen maar voor de politie werkt. Dat zou kunnen. Een bizarre gedachte natuurlijk. Maar dat zou kunnen. Maar dit soort taalgebruik, of dit soort dingen publiceren, het is niet verstandig. Dus, op zaterdag 1 mei ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd in zaken de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard, maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hussan in Leeuwarden mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali al daar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien. Nou, deze verklaring heeft dan Wim Dankbaar opgetekend uit de mond van wie? Wie is die ik? Dat moet Faik Mustafa zijn geweest. Ja, je kan het vinden. Dus Faik als geheime kroongetuige. Na de veroordeling. Na de veroordeling van Jasper Steringa. Dan heb je het dus over 2013 of zo. Dat maakt ook niet zoveel uit, maar. Kort geleden. Heb ik ontdekt waar Faik woont. Dus hij heeft dus. Was de Jasper Steringa is gearresteerd, was 13 jaar na de. Zoiets daarna, 13, 14 jaar. En daarna heeft Wim Dankbaar contact gekregen met Faik. En dan zegt hij: deze contacten bewijzen reeds dat wat ik stel klopt. Dat kan je niet zeggen. Het feit dat je contact hebt met Faik, dat kan ook betekenen dat Faik goede wiet heeft. En daar ga je gewoon even langs. Of hij weet iemand met goede wiet. Dat je zegt, hey Faik, kan je even langs gaan bij diegene waarvan jij weet dat hij goede wiet heeft. En van mij even voor 50 meenemen. Het zegt allemaal niks dat je contact hebt met iemand. Of je dat wat je stelt, dat klopt. Nou, terug dus naar deze. Dit moet dus die Faik geweest zijn. En die heeft dus 13 jaar na dato gezegd dat Ali Hussein Hassan het gedaan heeft.
Oké. Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang hebben. Het heeft dus Fayek gezegd. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Diel in zijn eigen auto. Een donkergrijze Mercedes stationcar. Dat weet die Fayek allemaal. En er was een derde persoon. Nee, maar dat was niet waar. Want hier heb je het over. De verkrachters, moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mavlut. Wolfgang Hebbe, die was er dus ook bij. Dat is nummer 3. En er was een 15-jarige asielzoeker en die heet Fayek Mustafa. En die Haval Ali Mavlut, die is op eigen kracht via Utrecht. En ik zou niet weten hoe Wim Dankbaar moet weten dat dit waar is. Waarom niet via Amersfoort? En dan eventueel. En dan pak je Zwolle en dan Arnhem en dan de TGV of zo. Hoezo via Utrecht? Amersfoort, pak je Ede-Wageningen, ook in Arnhem. Hij is naar Irak teruggevlucht. En hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst van Irak. Ja. Hoe weet Wim Dankbaar dat? Was er een iemand die heeft dat hem verteld? Ja! Dus ik vind het. Ja, ik vind het niet netjes om zo luchtig te doen over zoiets dramatisch als de dood van een 16-jarige vrouw. Ja, en dat ze dan van de steiger afflikkert en de nek gebroken heeft, ja, dat is wel heel vervelend. Maar op deze manier aan je einde komen. Met een doorgesneden keel. Bij een boomwal. Vlak bij de Batman en Meiboom. En allemaal. En zo'n officier van justitie. En die gaat dan vieze dingen vertellen over het ondergoed wat je aan had. Zit je daar in de hemel te kijken. Naar dat gezeik over jouw dood. En dan gaan ze het hebben over je slipje. Ja, daar word je echt blij van. Maakt het allemaal nog veel feestelijker, hoor. Maar wat Wim Dankbaar hier doet. Als hij beweert dat die Haval Ali Mavlut. Die was er ook bij. En dan hier is het dus weer Ali Hassan, hè. En dan hier is het weer. Ja. Ja. Dat is die andere Ali. Ik denk dat we naar deze twee publicaties gevoeglijk kunnen stellen. Dat Wim Dankbaar oftewel totaal doorgedraaid is. En absoluut niet weet waarmee hij bezig is. En om die reden per onmiddellijk moet stoppen. Met dit soort teksten te produceren, die alleen maar verwarrend werken in een situatie waarin helderheid geboden is. En het is niet goed. Het is Ali Ha of Ali Hassan of Ali Hussein Hassan. Fotootje erbij, bijlagertje. Over wie hebben we het? Had die vent überhaupt een Turks paspoort? Zo nee, hoe weten we dan dat het een Turk is?
maak het nog eventjes af. Dit er weer. Hier, datumaanduidingen. Die kan je ook altijd in de gaten houden. Hè? Dus als je ja, het is erg, maar goed. Altijd even op de datumaanduidingen letten. Hè? Hier staat op zaterdag 1 tussen haakjes. Mei 1999 ben ik door de politie opgehaald. En heb ik op het politiebureau te buitenpost een verklaring afgelegd. Dit heeft Wim Dankbaar dus opgetekend destijds. Maar wanneer? En een huur. Hier staat 2 mei 1999. 9 en... Maar hier had geen spatie hoeven staan, denk ik. Maar dit doe je dus niet, hè? Hier gebruiken wij in het Nederlands toch echt gewoon 1999 voor. Dus wie is hier aan het woord? Wat er een afdruk. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteurs van het boek Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra. Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hassan, dat is weer een andere, hè? Dus je hebt een Ali Hussein Hassan, die heeft Marianne gedood. Maar er is ook nog een Ali Hassan, en die was ook bevriend met Mohammed Hassan. En die werd ook wel Jano genoemd. Ja. Dit is wat Wim heeft toe te voegen op antwoord 1. Dus ik ga nu even op de stopjesknopjes drukken. En dan ga ik zo dadelijk even wat Wim heeft toe te voegen aan antwoord 2. Dus pak me even een kopje thee. Ik zeg even heel snel tjus en tot zo.